Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we dit hele leuke, schattige WK-bloemetje maken. Je hebt er echt heel erg weinig elastiekjes voor nodig. Je hebt er 6 witte voor nodig, 2 oranje, 6 rode en 6 blauwe. Oké, we beginnen met de blauwe, want we gaan als eerst dit blauw wat je hier ziet maken. Nou, wat je doet is je gaat vanaf deze naar die toe. Dan ga je er eentje omhoog. En nu ga je er weer eentje schuin naar boven. En in plaats van dat je een heel cirkeltje gaat maken, ga je nu van deze weer hierheen. Anders krijgen we hem straks niet goed gehaakt. En trouwens, de C'tjes moeten van je afwijzen. Anders is het straks moeilijk te loomen. Zo. Goed aandrukken. En nu pakken we de 6 witte elastiekjes. En gaan we van het midden naar elk pinnetje toe. Je hoeft natuurlijk niet per se het WK-roosje te maken. Je kan ook andere kleurtjes doen als je dat leuker vindt. Zorg dat je het elke keer goed aandrukt. En de laatste. Zo. Druk ook de randjes even aan. Wat we nu doen is we pakken de rode. En nu gaan we wel een heel rondje maken. We beginnen hier. En we gaan gewoon van al die pinnetjes langs. Aandrukken. Oké. Nu pakken wij 1 oranje bandje. En doen die 2. En die doe je dan 2 keer een capband gaan we plaatsen. Dus je doet die 2 keer om je vinger of je haaknaald. En plaats die in het midden. Wat je nu doet is je pakt je haak. En nu gaan we loomen. We draaien ons bord om. En we beginnen in het midden. En we pakken het bovenste witte bandje. Even kijken welke dat bij mij is. Ik heb hem. Hou je capband even tegen, anders vliegt hij er vanaf. En haal hem gewoon naar de plaats toe waar hij vandaan komt. En nu hoef je hem niet meer tegen te houden. Nou, het is wel handig, maar het hoeft niet per se. En zo ga je helemaal rondom. Het kan zijn dat het bij jou niet deze als eerste was, maar dat is niet erg. Gewoon alle bovenste bandjes pakken. Oké. Nu gaan we in plaats van dat we zeg maar normaal haakjes zeg maar ook de rode. Maar nu gaan we alleen de blauwe haken. Dus de rode die gaan we niet haken. Want anders krijg je die sliertjes zeg maar niet. Je kan hem wel haken, maar dan wordt hij wat strakker en een beetje, ja, komt hij er een beetje zo uit te zien. Zeg maar zonder die sliertjes. Maar dan krijg je dat blauwe randje, die krijg je hier dan nog een keer, maar dan zeg maar eromheen. En ik vind dit zelf wel leuk. Kun je ook als brosje gebruiken of gewoon als sleutelhanger. Dus we gaan de blauwe haken. We beginnen hier. En we pakken de bovenste blauwe. Brengen we daarheen. Dan gaan we van hier weer de onderste blauwe. Brengen we daarheen. Hier weer in alle bandjes en pakken we weer de onderste blauwe. En dan gaan we even aandrukken. En gaan we nu weer daarheen, want daar zit nog een blauwe. Die pakken we ook.
En doen die daarheen. Dat doen we ook bij deze. En zo. Nou, nu hebben we hem helemaal goed gehaakt. En wat we dan alleen nog als laatste doen is we pakken een oranje elastiekje. Dus ik zie dat die op de camera heel erg geel overkomt. Maar hij is juist neon oranje, maar oké, niet erg. Dus niet denken dat ik kleurenblind ben of zo. Ik zal zien jullie ook al meer dat het oranje is. Je doet je haak door al deze elastiekjes heen die op dit bionnetje zitten. En dan pak je je oranje elastiekje. Die hou je strak. Dan keer je hem om, zodat het er niet af kan vliegen. En haal je het door alles heen. Dan plaats je die weer op je haaknaald. En dan haal je... maak je er zeg maar een knoopje in. Dus deze haal je tegen. En pak je... deze. En deze laat je los. Hier trek je dan aan. En dan hebben we nu een lusje. Als je het leuker vindt om dit zeg maar als bedeltje te gebruiken, kan je er ook een C-clip of een S-clip aan doen. En nu gaan we het eraf halen met onze haaknaald. Gewoon rustig alles eraf halen. En daar is hij dan. En je kan hem ook op een pen zetten. Hier heb ik als voorbeeld een pen. Dan doe je het gewoon zo. En dan heb je een leuke WK-pen. En dan zie je ook dat die bloemetjes naar achter gaan staan. Dat vind ik zelf echt heel erg grappig. En ja, dan heb je dit zeg maar in de weg. Maar die kan je er gewoon nog omheen halen, zodat je het niet ziet. En ja, ik vind hem heel erg leuk. Ik ga het gebruiken als sleutelhanger. Ik ga er heel veel maken en ik ga het aan iedereen geven die op visite komt. Ja, ik vind het wel leuk. Dus dit zijn ze dan. De WK-arm. De WK-sleutelhangers. Bloemetjes. WK-sleutelhanger. Nou, dit was het. Tot mijn volgende video. Doei!